Ik ben vorige video toch serieus van mijn stoel gedonderd. Bijna 900 weergaven, 130 likes en dan nog het strafste van al, 81 comments. Ja, dat is niet mis. Amai. Ik heb hier voor jullie een nieuw projectje. Even tromgeroffeld. Het is terug iets op RC. Ik had toevallig in de kamer van mijn zus, die is ondertussen naar Gent verhuisd, zag ik zo nog iets staan wat ik al een aantal jaar geleden gemaakt had en dat was deze. Cinematic en al die dingen, zeg. Onvoorstelbaar. Dat is gewoon een klein bootje aangedreven door twee kleine propellertjes. Dat is nu zo'n een trend dat je eigenlijk onderdelen van andere dingen gebruikt. En dan gebruik je dat eigenlijk voor nieuwe projecten. Met een mooi woord upcycling of het een of het ander genoemd. En dat is wat ik exact ga doen. Ik ga met deze bootje een RC-papieren vliegtuig maken. Misschien deze al voor de zekerheid gewoon wegzetten, ik weet maar nooit. Oké, dus wat hebben we nodig? Allereerst een afstandsbediening, een paar onderdelen, een paar batterijen. Breng zeker al jullie batterijen binnen naar Bebat en sponsor mij alsjeblieft, Bebat. En natuurlijk een papieren vlieger, maar het probleem is eigenlijk dat ik nooit een papieren vlieger heb leren maken, dus mij lijkt het eigenlijk verstandig om op tweedehands gewoon een papieren vlieger te kopen. Ik heb dat aan bod gedaan voor 50 cent en ben daar vorige week om geweest. Kijk, 50 cent voor betaald. Mijn vlieger, dat gaat niet werken denk ik. Ik heb geen goed papier, maar ik heb hier wel nog schuimpapier. Oftewel kataplak, dus ik denk dat ik hier gewoon mijn vlieger ga uitsnijden. En dan, ja. Ik heb deze hier allemaal vlug even uitgesneden in het bureau. Ik ga dat hier niet op deze tafel doen of mijn mama kreeg hier al een flip. Ah, bo. Geen crisis krijgen, moeder. Yo. Nog iemand. De gelijkenissen zijn voortreffelijk, zeg ik dan. De schuimvlieger is af. Hier hebben we hem zin. Natuurlijk, voordat ik de elektronica er ga inproppen, ga ik eerst even zien of dat ding wel effectief vliegt. Grote kans dat ik nu al heel dat spel helemaal kapot help. Dat is direct al POV-beeld en al die dingen. Ik ga deze even uit elkaar halen ook. Eigenlijk vrij simpel. Dat is gewoon, hier van achter zit er gewoon een controller die eigenlijk gewoon verbonden is met de motorkus en met de batterij. En de batterij schoof ik dan gewoon hier van bovenin. Ik ga niet de gekke dingen doen. Ik ga eigenlijk gewoon alles aaneen laten. En eigenlijk kan ik het niet simpeler uitleggen dan gewoon alle elektronica verplaatsen naar deze. Dus dat ga ik nu doen. Ik weet nog dat ik deze gewoon eigenlijk volledig met de hand uit zo'n, ja, wat is dat? Isolatieplaat heb gesneden. Ja, daar ben ik toch wel even mee bezig geweest. Ik heb mijn elektronica. Ik ga gewoon morgen voortdoen als die terug een beetje rustiger is. Very nice. De onderdeeltjes van mijn bootje heb ik al er allemaal uitgehaald. Maar misschien is het geen slecht gedacht om eigenlijk eerst eens te testen of dat dan nog werkt. Want dat bootje dat ligt er echt al 3 jaar gewoon het stof te happen in mijn kamer. Er brandt een lampje, dat is al een goed teken. Oké, normaal als ik nu gas geef, moeten deze twee motortjes binnendraaien. Very nice. Eén motortje ga ik hier installeren en het andere hier. Als de ene harder gaat binnendraaien dan de andere, gaat hij kunnen draaien, de vlieger. En ik hoop ook, als ik gewoon harder gas begin te geven, dat hij omhoog gaat. En als ik minder gas, dat hij gewoon begint te dalen. Ik ben benieuwd. Batterijtjes al op. Ik heb hier 3 van die kleine batterijtjes. Ik heb gisteren bijna een half uur zitten zoeken naar deze oplader daarvan. Ik had dat blijkbaar in de doos van mijn oplader gestoken, wat dan nu wel logisch klinkt. Maar ja, af en toe... Het motorbordje zit er al op. En nu ga ik de motorkus met de propellerkus installeren. Ik heb ook al gezien dat deze stuk dat eigenlijk gewoon helemaal niet recht staat. Even mijn goede vriend het lijmpistool bovenhalen. Als deze gaat werken, doneer ik aan iedereen die een comment achterlaat 5 euro. Ik heb er super veel vertrouwen in.
Oké, de motorken staan erop. Ik moet toegeven, het ziet er wel al pittig naar uit. Ik snap nog altijd niet waarom dat ik niet bij NASA werk. Met al die goede, innovatieve projecten, allemaal dat ik doe. Ja. Ik heb eigenlijk nog geen enkel ding deftig voor 1 minuut laten kunnen vliegen of zo. Maar bo. Normaal zou alles moeten werken, dus... Die motorkens maken echt zo'n snerpend geluid. Het is echt super luid. Volgens mij geeft de ene motor meer kracht dan de andere. Ik voel hem eigenlijk lichtjes meer naar links duwen dan naar rechts. De eerste keer als ik dat ding ga lanceren, ik denk dat dat gewoon 1 zelfmoordmissie gaat zijn. De vlieger is klaar. Ik weet het niet wat ik er moet van denken. Hij weegt echt... Hij weegt veel. Hij weegt tamelijk veel, dus ik weet het niet. We gaan eerst de batterijtjes opladen. En dan gaan we natuurlijk eens zien of dat ding werkt. Hopla. Ah, dat is wel een schone tafel, hè. Wat zit je daar weer allemaal te doen, joh? Amai, los met een vlier tussen de deuren toe. Hier gaat luchtvaartgeschiedenis worden geschreven. Jarenlange ontwikkelingen, plannen, berekeningen. Amai zeg. Amai. Een looping en... Amai. Oef, amai. Ik moet opletten. Och man, ik zit veel te ver. Nu even echt in de lucht zwieren en kijken of dat werkt. We hebben dus een vlieger, we hebben een baksken en misschien iets te veel hoogmoed. Ik weet het niet of dat gaat werken. Er staat ook redelijk veel wind. Dus ja, ik weet het eigenlijk echt niet. Ik weet wel niet eens meer of ik in beeld ben of niet. Ja. Batterijtjes aangesloten. Ik kreeg ook een comment vorige keer. Ja, ik heb staan dat er precies niet veel goesting in. Ja, ik ben de smeerlappen er echt. Oh, deze is spannend. Oei. Hij gaat al niet meer. Het hangt hier ook zo'n paar dingen al gewoon helemaal los van tussen de deur te zitten daarnet. Ik denk dat dat batterijtje kapot is. Poging nummer 1. Ik ging toch al verder dan dat ik eigenlijk gedacht had. Poging nummer 2. Nee. Tijd voor poging nummer 3. Mijn motorjes werken niet echt al te goed. Ik denk dat het aan mijn batterijtje ligt. Dat is ook al 5 of 6 jaar oud, dat batterijtje. Nee. De poes, kom even kijken. Wat is dat daar allemaal? Hè? Ik denk niet dat poging 4 erin zit. Te veel wind. Ik denk dat mijn vlieger veel te zwaar is. Ik denk dat ik in een andere kloterij dus een nieuwe versie met misschien iets dunnere kadaplak ga maken, want deze weegt dus eigenlijk veel te zwaar. Al bij al, ik heb hier goed kunnen kloterijen, zegt. Ik heb me weer wat kunnen bezighouden in mijn vrije tijd. Maar kijk, volgende projectje sowieso gaat wel werken. Om af te sluiten, jongens en meisjes, heb ik ook nog een comment van een maand. Hier hebben we ze, mijn prikbord. Het was moeilijk om een goede comment te vinden tussen al die comments die ik gekregen heb de laatste maand. Maar ik heb er toch één uitgekozen. Oké, het is nu eigenlijk wel toevallig, want ik ga nieuwe moeten kiezen. Want ik zie dat ik eigenlijk een comment had. Maar die jongen, Arno Baart, staat hier al. Zijn comment toen was gewoon een puntje. En zijn comment nu, je bent echt een mislukte Michael Reeves. Michael Reeves is eigenlijk een Amerikaanse YouTuber die ook zo wat gekke dingen maakt en al. En ja... Ik ben dus de mislukte versie daarvan. Amai, ik moet hier echt opletten, want die naalden zitten hier echt los door. Dus ik ga echt nog een keer in mijn vingers stikken, denk ik. De comment van deze maand dus, jongens en meisjes. Op een of andere manier zie ik hier een toekomstige mij, zo'n prutser die wat dingetjes doet, dat ik ook wel wil worden. Nice video's. Ik zou zeggen, ga er volledig voor. Ja. Ik zou gewoon sowieso dingen beginnen maken. Dat is gewoon super nice om te doen in de vrije tijd. Ook al werkt het niet, ook al... Ga een keer erop vloeken, maar ik zou gewoon sowieso dingen binnen maken. En als het dan lukt, dat is gewoon nog een extra gevoel van,
van geluk, zou ik zeggen. Misschien om te kijken naar deze video, laat zeker een comment achter op deze video voor misschien comment van de maand te worden, wie weet. En ja. Deze is echt zo lang geleden dat ik nog papier vlier gemaakt heb. Amai. Vroeger kon ik zo goed papier vlier maken, waar is een tijd. Wat ik eigenlijk ook nog wil zeggen is, laat allemaal linkjes achter in de comments. Of naar mijn Twitter of mijn Instagram, maakt niet uit. Maar eigenlijk onderdelen voor minder dan 2 euro. En met die onderdelen ga ik eigenlijk samen iets proberen maken. Dus dat is een nieuw concept dat ik had, dat ik eigenlijk gewoon met onderdelen die jullie dan voorstellen, dat ik dingen ga beginnen maken. Dus als je iets vindt voor onder 2, 3 euro, stuur het mij door en wie weet. Zie een keer zeg, zo vliegen dat ding doet. Super.